de wedstrijd sta ik hier met Bram Kruiselbrink. Bram, de toeschouwers en Ripper Jalom als beste man van het veld. Maar ik denk dat hij hier dan misschien een hele goede tweede stond. Zo niet misschien wel de beste man van het veld vandaag. Ja, ik ben persoonlijk zo. Ik vind het een hele eer als mensen dat zeggen. Maar ik ben ook iemand, ja, al maakt zijn 100ste. Dat is natuurlijk logisch. En hij speelt ook zeer verdienstelijk. Dus ja, dat maakt mij niet zo uit. Ik vind het ook een hele eer. En het doet mij heel veel als mensen zeggen dat ik heel goed gespeeld heb. Dat vind ik voldoende. Dus. En vorige week was er wat commotie of ze volden wel of niet terecht gewonnen had tegen Concordia. Vandaag 4-1. Terecht? Ja, dat je dat eigenlijk durft vragen. Ik vind het zeer terecht. Ik vond gewoon, kijk, misschien dat de balbezitverhouding heel iets anders had gemogen. Waardoor we dus iets makkelijker zouden gaan voetballen. Maar qua kansverhouding en veldoverweg waren wij zeker de terechte winnaar vandaag. Dat denk ik ook, maar ik wil het toch maar even gevraagd hebben. In vergelijking met vorig seizoen, een wat andere samenstelling achterin. Het is misschien terug te zien in het aantal tegendoelpunten. Het ligt iets hoger dan vorig jaar. Is het nog een beetje zoeken? Ja, kijk, verdediging is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen natuurlijk. Hè. En als jij in het begin nog gaat passen en meten, wat heel logisch is met nieuwe mensen. Je wilt toch wat uitproberen, dan zijn die automatismen en je voelt elkaar nog net niet aan. Maar dat zie je nu wel groeien. Het wordt steeds beter en we weten steeds meer wat we van elkaar kunnen verwachten. Hoe we moeten staan en de zwakke en sterke punten van elkaar. En daar zie je zeker een stijgende lijn in, ja. Leuk voor Nick dat hij zijn twee doelpunten mee pakt. Chris, hoe ziet het daarmee uit? Is hij nog een tijdje aanwezig? Ja, ik durf het niet in tijd uit te drukken, maar het ging wel beter. Maar nou is het even kijken hoeveel die enkel kan hebben. En dan wanneer weer kan aansluiten en wanneer die dan weer kan voetballen. Dat is even afwachten. Ja. Ik geloof dat Presik Haaf wint. Dus we sluiten langzaam weer aan naar de top 3. Ja, dat is mooi. Ja Presik Haaf vind ik titelkandidaat nummer 1. Dat durf ik wel uitspreken. Die zullen voorlopig wel blijven winnen. Dus over 2 weken, natuurlijk eerst een belangrijk pot volgende week. Maar over 2 weken dan zullen we echt zien hoe Presik Haaf ervoor staat. En hoe wij ervoor staan. Volgende week, ja, je stipt het al even aan. Leuk, zo'n lekkere derby tegen Etten zou ik denken. Ja, je zegt het precies goed als een hooggeklasseerde tegen een lager geklasseerde moet. Leuk, zo'n derby. Maar ik wil die gewoon winnen. Het is mijn. Ik woon er tegenaan. En ik ken er heel veel jongens van. En ik ga daar natuurlijk niet verliezen. Dat is wel duidelijk. Oké, daar houden we dan je maar aan. Bedankt Bram en succes volgende week. Dankjewel.